Hallo, dit is Ken met het opvolgfilmpje. Op het eerder gemaakte filmpje, hè, waarin ik getoond heb hoe dat je systeembeveiliging kan omzeilen om een user aan te maken en deze zelfs aan de local admin groep toe te voegen. Ja, of gewoon jezelf in de local admin groep toe te voegen als jouw PC door iemand anders wordt beheerd. Dat is natuurlijk niet legaal als je dat zou doen op de computer van je bedrijf, hè. Maar het zou wel kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld data te halen van een PC, hè, indien je je wachtwoord bent vergeten of indien iemand anders zijn wachtwoord is vergeten en hij of zij vraagt je om dat op te lossen. Nu, in dit geval heb ik de PC van Billy Batson. Ja, en Billy Batson heeft zijn laptop ergens laten liggen. En zijn arch-nemesis Black Adam heeft deze laptop even onder handen genomen. Ja, dus zoals ik kan zien, heb ik terug het befaamde trucje uitgevoerd. 1, 2, 3, 4, 5. En soms reageert hij niet snel genoeg in een virtuele machine. Ja, daar is hij dan. Ja. En Black Adam gaat zichzelf toevoegen. Met als wachtwoord Shazam aan de lokale PC. Straighters Black Adam. Bam. En zo zou hij aan Billy Batson's bestanden kunnen. Nu. Natuurlijk is er een manier om dat te voorkomen. En die feature heet BitLocker. Ja, BitLocker is een feature die in elke Windows sinds Windows 7 aanwezig is. Nu, het probleem is wel, of het spijtige aan heel de zaak is wel, dat bij Windows 7 is het enkel de Enterprise Edition. En vanaf Windows 8 zit het zowel in de Pro als de Enterprise als de Education. System, ja. Je moet daarvoor niet in een domein zitten of zo. Dat is iets dat elke user kan uitvoeren op zijn PC. Nu, ik ga gewoon even in PowerShell tonen dat. Het wel degelijk afstaat. Hoppa, dus je kan zien, BitLocker. Ja, conversion status fully decrypted. Ja, BitLocker version none. Ja, dus BitLocker staat volledig af op deze PC. In een bedrijfomgeving ga je dat waarschijnlijk wel managen via een group policy. Maar individuele gebruikers kunnen het zelf ook gewoon enablen. En het is gewoon simpel als dit. Nu, ik weet dat hij mij een error gaat geven. Ik wil het gewoon even tonen. Ja, dus turn on BitLocker. Doepie doepie doe. Ja, oké, er steekt dus nog altijd een DVD in en daarom wil hij niet beginnen. Dus die DVD die ga ik uit mijn virtuele machine smijten. Eject. Ja, en dan kan ik gewoon BitLocker. Hij is geëject. Ik was misschien te snel. Dat is funky. Dat had moeten werken. Oké. Goed. Dus wat ik gedaan heb, is bij mijn Hyper-V heb ik gewoon naar de settings van de virtuele machine gegaan. Om echt gewoon de ISO weg te gooien in plaats van de gewone DVD-drive eject. Want dan leek precies in dit geval niet te reageren. Goed, terwijl dat. Oké, daar ging het al wat sneller door. Dus je ziet vanaf het moment dat je dat enabled, heb je natuurlijk een recovery key. Ja, het gebruikt encryptie. Je hebt een encryptiesleutel. Ja, dat is jouw decryptiesleutel. Want het gebruikt XTS AES, symmetrische encryptietechnologie.
En natuurlijk is de bedoeling dat die sleutel ergens bewaard moet worden. Ja, dus ik zou kunnen zeggen, ik bewaar het. En zo dom als ik ben, kies ik gewoon de schijf die ik ga encrypteren. Maar gelukkig zegt hij daar dan, ja, je kunt uw recovery key niet bewaren op de schijf waar je het op gaat bewaren. En dat is heel goed. Nu, dit is een virtuele machine. Ik heb geen tweede schijf erin steken. Dus ik ga me gewoon even bamboezelen. Door gewoon te zeggen dat ik mijn key ga afprinten. En ik gebruik gewoon mijn print to PDF optie. Ja. Recovery key in mijn documents. Ja. En dat is dan ook genoeg voor hem. Your recovery key was printed. Nee, toch niet. Oké, en dan doorlopen we gewoon. We kunnen de system check runnen. Ja. En natuurlijk om voor mijn encryptie om volledig ja, te beginnen, moet ik eerst restarten. Maar niet voordat ik mijn recovery key heb gekozen. Billy Batson's recovery key. Ja. Oké. Goed, dan gaan we even restarten en dan zien we elkaar zo dadelijk terug. Goed, mijn PC is ondertussen gerestart en hij zal nu bezig moeten zijn met te encrypteren of toch alleszins ja, al vergevorderd zijn. Het is maar een virtuele machine. Dus ik heb aangelogd met Billy Batson en ik ga gewoon even zien wat de status is via PowerShell. Manage koppelteken BDE van BitLocker Disk Encryption. Ja, en dan status. En dan zien we, hop, met mijn zoomfunctie dat encryption in progress is en dat XTS AES 128 bits gebruikt. Protection status, protection of unlocked. Ja, want ik ben natuurlijk ingelogd. BitLocker versie 2.0. Key Protectors TPM. Ja, TPM is nodig om het te kunnen gebruiken. Dus dat je een aparte USB-key zou gebruiken om hardwarematig bescherming te bieden. Ja, maar TPM vind je in normaal gezien elke PC, elke recente PC terug. Ja. Nu, goed, onze harde schijf is aan het encrypteren. Ja, daar merken wij als gebruiker, Billy Batson, merkt daar niets van. Ja. We kunnen gewoon nog altijd aan alle files gaan. En we zullen eens gewoon afloggen. Ja. Toe-toe-toe. Nu zien we, ja, Black Adam heeft nog altijd zijn account hier. Ja. We zouden als Billy Batson, als we Billy Batson waren, zouden we gewoon de account van Black Adam kunnen verwijderen. Maar wat ook belangrijk is, is het volgende. Ja, de encryptie had natuurlijk niet tegen dat onze account, dat onze PC al gecompromised was voordat de encryptie was ingeschakeld. Dus dat is iets waar dat we eigenlijk nog wel iets aan moeten doen. Ja. Dus eenmaal gecompromised, ja, dan haalt die encryptie ook op dit moment niks uit. Goed, ik ga nu de PC rebooten. Ja. Om jullie te laten zien wat BitLocker dan wel doet. Come on. Cool, mijn virtuele machine is er doorgeraakt. Ah, crap, ik ben iets vergeten. Ik ben vergeten mijn CD terug in te steken. Dat was niet slim. Dat zullen we heel snel even doen. Bij Hyper-V. Ja, ik toon hier natuurlijk alles in Hyper-V.
Kan ook makkelijk gedaan worden in een andere hypervisor. Dus ik heb gewoon terug mijn DVD erin gestoken. Dus je kan hier zien dat ik versie 1.7.0.9 gebruik. Dus redelijk recent op dit moment de laatste nieuwe. Zullen maar gewoon eens met de gewone manier restarten in plaats van PowerShell. Chup. Any key to boot from CD or DVD. Ja, dat was de oorspronkelijke hack dat ik zo probeerde te omzeilen. Ja, ik doe mijn Shift F10. En hier zien we het dan. Ja, hop, zoom. The drive is locked by BitLocker drive encryption. You must unlock this drive from control panel. Ja, dus daar hebben we dikke pech. We kunnen eigenlijk ja, onze exploit niet meer uitvoeren. Dus voilà. Ik heb mijn PC ondertussen, mijn virtuele machine ondertussen gerestart. Nog altijd gecompromised door Black Adam. Dus omdat we het niet kunnen ongedaan maken, op dit moment alleszins, ja, die sticky keys eigenlijk linked zijn naar mijn cmd.exe. Hoe we dat dan ongedaan gaan maken, dat toon ik in een apart filmpje, anders wordt dit veel te lang. Dus alvast bedankt voor het kijken en ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. Tot de volgende!